Ja, dank u voorzitter. De afgelopen jaar heb ik als rapporteur veel aandacht besteed aan het financieel beheer bij VWS. De Algemene Rekenkamer kwalificeert het financieel beheer bij VWS al jaren met een, en ik citeer, ernstige onvolkomenheid. Miljarden aan zorguitgaven konden en kunnen door VWS niet voldoende veranderd worden en dit is uiteraard zeer ernstig. Belastinggeld moet immers goed worden besteed. Ik ben dan ook heel blij met de opmerkingen van mevrouw Jozef, die daar ook aandacht aan wil besteden aan het financieel beheer. Ook als rapporteur wil ik daarbij even zeggen, want de Algemene Rekenkamer heeft tegen ons gezegd dat het heel belangrijk is dat de Kamer hier aandacht voor blijft houden, omdat anders dus de discipline bij VWS wel eens zou kunnen verslappen. We zien tot de dag van vandaag het gevolg van het gebrekkig financieel beheer bij VWS vooral terug in de besteding van de coronagelden die nu worden afgewikkeld en daarbij soms als onrechtmatig moeten worden beoordeeld. De beruchte mondkapjesdeal is in feite slechts het topje van de ijsberg. Zo schrijft de minister in de voortgangsreportage, dank je voor trouwens, over de afwikkeling van de gelden die zijn verstrekt aan het landelijk consortium hulpmiddelen, de plek waar ook die beruchte mondkapjesdeal tot stand kwam, dat er sprake is van een, en ik citeer nu, niet volledig kunnen aansluiten van een geldgoederenbeweging. Vrij vertaald, het is niet duidelijk of het geld dat is verstrekt door VWS ook is gebruikt voor het inkopen van hulpmiddelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat over 2023 een bedrag van 251 miljoen euro bij het landelijk consortium hulpmiddelen als onrechtmatig moet worden beschouwd. Een kwart miljard aan zorguitgaven die niet goed verantwoord kunnen worden, voorzitter. En de uitgaven bij het landelijk consortium hulpmiddelen vormen slechts één van de uitgavenposten die niet verantwoord kunnen worden bij VWS. Eerste vraag aan de minister, in welk jaar zal, naar verwachting, niet langer sprake zijn van onrechtmatigheden op de VWS-begroting die zijn veroorzaakt vanwege corona-uitgaven? Mogen we hopen dat dit in 2024 het geval zal zijn? Echter, en hier ben ik blij mee, inmiddels heeft VWS een verbeterprogramma voor het financieel beheer in werking gesteld en nemen de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer de eerste verbeteringen in het financieel beheer waar. Dat is goed nieuws. We hopen dan ook dat die trend zich voortzet. Ik zal er zelf bij de behandeling deze zomer van de VWS-begroting over 2023 in ieder geval weer aandacht aan besteden. Een van de tekortkomingen die de Auditdienst Rijk signaleert betreft de prestatieverklaringen, ofwel de deugdelijkheid van de onderbouwing van de facturen die VWS betaalt. Herkent de minister deze kritiek? Hoe kan het gebeuren dat VWS facturen betaalt waarvan de juistheid niet kan worden vastgesteld? Gaat de minister op dit punt acties ondernemen? Tot slot, voorzitter, wat het financieel beheer betreft, is de inrichting van de financiële functie in debatten al een aantal keer aan de orde gekomen. Dit vind ik zelf een heel belangrijk thema. Op dit moment is het namelijk zo dat bij VWS de financieel medewerker in de beleidsdirectie verantwoording aflegt aan zijn leidinggevende bij diezelfde beleidsdirectie. Dit bevordert natuurlijk de onafhankelijkheid van deze financieel medewerkers niet. In de brief die de minister hierover vorige maand naar de Kamer stuurde, lezen we dat VWS dit probleem gelukkig ook zelf erkent. Conclusie uit het onderzoek gedaan door VWS zelf, ik citeer nu, onafhankelijkheid van financiële medewerkers ten opzichte van beleidsmedewerkers en het management die zij adviseerden is onvoldoende geborgd. En een citaat, de financiële functie binnen VWS wordt gereorganiseerd om dit wel te borgen. Maar het is onduidelijk voor mij en trouwens ook voor de ambtenaren die ons hebben geholpen bij het voorbereiden van dit debat, hoe deze reorganisatie binnen VWS dit probleem gaat oplossen. Misschien kan de minister dit nog wat nader toelichten. In debatten hebben de rapporteurs herhaaldelijk gesuggereerd om de financiële medewerkers binnen een beleidsdirectie niet langer te laten rapporteren aan diezelfde beleidsdirectie, maar aan de afdeling financieel-economische zaken binnen VWS. Begrijp ik het echter goed dat de reorganisatie van de financiële functie binnen VWS dit niet bewerkstelligt? En dan waarom is dat dan het geval? Was het niet logisch geweest om dit wel te doen? En wat zijn nu precies de belangrijkste veranderingen die worden doorgevoerd met de nieuwe inrichting van de financiële functie? Kan de Kamer de probleemanalyse die dit voorjaar is uitgevoerd bij VWS ook ontvangen? De rapporteurs vroegen hier net ook al naar. En kan u daarbij concreet aangeven hoe de nu voorgestelde organisatieveranderingen bijdragen aan het oplossen van de gesignaleerde problemen. Voorzitter, dan zou ik nu graag nog een paar inhoudelijke zorgonderwerpen in de mijn resterende spreektijd willen aankaarten, die voor ons van belang zijn en waar zich recent belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan, te beginnen met corona en meer specifiek de coronavaccins. Onlangs heeft de EMA, de Europese Medicijnautoriteit, erkend dat de vaccins nooit bedoeld waren voor het tegengaan van transmissie van het virus. Daarvoor zijn ze ook niet goedgekeurd.
In een brief van 18 oktober 2023 schrijft de EMA aan Marcel de Graaf, ons lid in het Europees Parlement, het volgende. En ik citeer met toestemming van de voorzitter één korte Engelse zin. You are indeed correct to point out that COVID-19 vaccines have not been authorized for preventing transmission from one person to another. Einde citaat. De vaccins hebben dus nooit en te nimmer een vergunning gehad voor transmissiebestrijding. Dat wil zeggen dat de mogelijke bescherming alleen voor de ontvanger van het vaccin geldt en nadrukkelijk niet voor de omgeving. Want de verspreiding van het virus werd door het vaccin niet geblokkeerd. Vraag aan de minister. Erkent de minister, net zoals de EMA, dat de coronavaccins nooit zijn goedgekeurd voor het voorkomen van transmissie? De vaccins, nogmaals, waren dus niet goedgekeurd om transmissie van het virus te voorkomen. Maar wat deed de politiek echter en in haar kielzog, wat deden de media? Je doet het voor een ander. Was de slogan die iedereen ervan moest overtuigen dat het vaccin beschermde tegen overdracht en op basis waarvan dus iedereen die prik moest gaan halen. In een later stadium zijn op basis hiervan talloze beschermende maatregelen bedacht en erdoor gedrukt die met deze onthulling van de EMA nu als regelrecht bedrog kunnen worden gezien. 3G en later zelfs nog een discussie over 2G of zelfs 1G. Mijn vraag aan de minister, hoe kijkt het kabinet aan tegen dit alles nu we weten dat de vaccins nooit zijn goedgekeurd voor het voorkomen van transmissie? Zeer recent is er daarnaast allerlei wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over mogelijke vaccinatieschade. Niet in Nederland, maar wel in bijvoorbeeld Thailand en Japan, waar onderzoek nog relatief vrij kan plaatsvinden. Waarschijnlijk omdat in Thailand een lid van het Koningshuis is overleden als gevolg van de vaccins en in Japan in het verleden te maken heeft gehad met vaccinschandalen. Wat blijkt nu uit die onderzoeken? Ik begin, voorzitter, met de Thaise onderzoeken. Volgens autoriteiten van de universiteiten Sulalongkorn en Rangsit kunnen herhaalde COVID-19 vaccinaties sluimerende ziektes activeren, de immuniteit verzwakken en tot kanker en hersenaandoeningen leiden. Bovendien ontdekte de faculteit geneeskunde van de Sulalongkorn Universiteit bij bijna 100 gevaccineerde COVID-19 patiënten ontstekings- en eiwitaandoeningen die duiden op hersenaandoeningen, waarbij sommige daadwerkelijk symptomen van hersenstoornissen vertonen. De medische faculteit van de Mahidol Universiteit heeft ontdekt dat sommige mensen na een derde vaccinatie tegen COVID-19 een zwakke T-celrespons hadden. Dat zou betekenen dat overmatige vaccinaties de immuniteit kunnen verzwakken, aldus deze Thaise onderzoekers. Dan nu de resultaten van recent onderzoek verricht in Japan. In een persconferentie van 11 januari 2024, 2 weken geleden dus, presenteerde de Japanse Vaccine Issue Study Group de bevindingen van hun eerste 6 maanden onderzoek naar de bijwerkingen van de vaccins. De resultaten, zoals gepresenteerd door een panel van medische experts, zijn niets minder dan alarmerend en vestigen bijzondere aandacht op een breed scala aan medische problemen, van kanker tot neurologische aandoeningen. Professor Fukushima van de Universiteit van Kyoto ging tijdens deze persconferentie dringend in op de uiteenlopende reeks bijwerkingen die uit een onderzoek naar voren kwamen. Ik citeer, een systematische review van de literatuur heeft een aantal schokkende bevindingen aan het licht gebracht, verklaarde hij. Verder met citaat, duizenden artikelen hebben bijwerkingen gemeld na vaccinatie die elk mogelijk aspect van de menselijke pathologie beïnvloeden, van de oogheelkunde tot de psychiatrie. Professor Fukushima wees op de brede reikwijdte van deze bevinding en benadrukte dat, citaat, dit soort berichtgeving van bijwerkingen van medicijnen ongekend is. Professor Fukushima gaf daarnaast aanvullende details in deze persconferentie en noemde significante pieken in bepaalde aandoeningen na vaccinatiecampagnes. Citaat, het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer voor leukemie is bijvoorbeeld toegenomen. En er zijn significante bevindingen voor borstkanker, eierstokkanker enzovoort. Einde citaat. Professor Murakami van de Tokyo University of Science pleit er tijdens diezelfde persconferentie voor 2 weken geleden dus voor om het gebruik van vaccins te stoppen. Citaat, het is heel duidelijk wat er gebeurt als je een giftig gen aan een mens toedient. Er zijn gevallen die zich binnen 1 of 2 weken na de injectie voordoen, maar er zijn ook gevallen die zich na 1 of 2 jaar voordoen. Einde citaat. Waarmee hij de lange termijn risico's aangaf die gepaard gaan met door vaccins veroorzaakte aandoeningen. Het mechanisme van immuunrespons op het vaccin was ook een belangrijk onderwerp van de discussie, waarbij professor Murakami benadrukte dat, citaat, met de huidige mRNA-vaccins een aanzienlijke hoeveelheid IgG4 wordt geïnduceerd. Wat onverwacht, citaat, wat onverwacht is bij een normale vaccinrespons en dit zou de immuunfuncties kunnen verstoren. En dan is er een Nature-artikel, een peer-reviewed publicatie in Nature vorige maand. In het gezag in het tijdschrift Nature dus laat zien dat de mRNA-vaccins naast het SARS-CoV-2 spike-eiwit leiden tot de aanmaak van tal van andere eiwitten, waartegen een immuunreactie bij gevaccineerden kan worden opgewekt.
Deze verrassende vinding is het gevolg van de trucs van de mRNA-vaccins. Het gebruik van een onnatuurlijke bouwsteen in de mRNA-code genaamd pseudouridine om de inbraak van het mRNA en de inductie van heftige ontstekingsreacties te verminderen. Als een aantal van deze pseudouridine bouwstenen naast elkaar staan, wordt het mRNA soms fout afgelezen, wat kan leiden tot de onvoorzien eiwit in plaats van het spike-eiwit. De auteurs laten zien dat de hoeveelheid van deze foute eiwit tot 10% van de totale productie kan bedragen. De auteurs concluderen in dit Nature-artikel nogmaals, citaat, het veiligheidsprobleem voor toekomstige mRNA-medicijnen is dat verkeerd gerichte immuniteit een enorm potentieel heeft om schadelijk te zijn. Dus off-target immuunreacties moeten altijd worden vermeden. Einde citaat. En dan tot slot is er nog dokter Joseph Ladapo, de hoogste medische gezagsdrager van de Amerikaanse staat Florida. Hij heeft onlangs specifiek op grond van de DNA-verontreiniging, want daar hebben we ook nog eens mee te maken van mRNA-vaccins, opgeroepen in Florida de betreffende coronavaccinatie stop te zetten. Hij onderbouwt deze beslissing als volgt. Citaat. DNA-integratie vormt een uniek en verhoogd risico voor de menselijke gezondheid en voor de integriteit van het menselijk genoom. Inclusief het risico dat DNA, dat is geïntegreerd in zaadcel of eier voorloopcellen, kan worden doorgegeven aan nakomelingen van ontvangers van het mRNA-COVID-19-vaccin. Als de risico's van DNA-integratie voor mRNA-COVID-19-vaccins niet zijn beoordeeld, dat is de cruciale zin, zijn deze vaccins niet geschikt voor gebruik bij mensen. Aldus de medische autoriteit in Florida. Einde citaat. Dat is natuurlijk allemaal bijzonder verontrustend, lijkt mij. En dit zijn alleen nog maar een paar van de recente onderzoeksresultaten die wereldwijd naar buiten zijn gekomen. Maakt, en dat is nu een vraag, de minister zich wellicht ook zorgen over deze bevindingen? Op dit moment wordt er in Nederland niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar vaccinatieschade. Alleen het LAREP bekijkt voor een aantal kleine en zeer specifieke aandoeningen of er mogelijk sprake is van vaccinatieschade. LAREP liet gisteren weten dat er meer onderzoek moet komen naar de bijwerkingen van de coronavaccins. LAREP bekeek de dossiers van ruim 2200 mensen die binnen 28 dagen na vaccinatie klachten kregen die meer dan 6 maanden aanhielden, zonder dat ze kort daarvoor positief hadden getest op corona. Staat van achter de krant, de voorzitter van het LAREP. We vonden, stond gisteren vandaag in de krant, we vonden wisselende combinaties van klachten na vaccinatie die lijken op post-covid. Einde citaat. Dus wij hebben al een debat, ook vorig jaar, herhaaldelijk aangekaart, als enige partij die nu aanwezig is, van dat er misschien een verband zou kunnen zijn tussen de vaccinatie en post-covid-syndroom. Dat zou je dus eigenlijk ook post-vax kunnen noemen. En toen werd het uitgelachen. En, ja, wappies en je zit niet goed snik. En nu komt steeds meer naar buiten dat we helaas, ik heb het in een debat met minister Kuipers ook aangegeven, een commissiedebat, dit zou dan echt het enige onderwerp zijn waarvan ik had gehoopt dat we niet gelijk zouden krijgen, want we hebben allemaal vrienden en familie die zijn reïnjecteerd. Maar waar we helaas mogelijk ook weer gelijk gaan krijgen. En dan is natuurlijk de vraag, hoe kan dat nou? Hè? Zijn we dan helderziend of zo? Hebben we speciale kennis? Absoluut niet. Maar wij hebben dus de afgelopen paar jaar wel geluisterd naar al die kritische artsen, doktoren, specialisten die de hele tijd alarmsignalen uitzenden van, pas op, dit kan verkeerd gaan. We hebben ook geprobeerd om die signalen hier de Kamer in te krijgen. Bijvoorbeeld bij een procedurevergadering heb ik nog gezegd van, nou, laten we eens bijvoorbeeld Theo Schettens of Jan Bond uitnodigen. En dan was het antwoord, nee, letterlijk citaat, we gaan niet luisteren naar niet-OMT-VLO. Dus die geluiden zijn allemaal buiten de Kamer gehouden en niemand wou hier naar luisteren. En het gaat natuurlijk nog verder, die geluiden zijn zelfs onderdrukt. Die mensen werden wappies genoemd, complotdenkers. Hier achter dit katheder heeft Artje Kuiken gezegd van, nou, mensen, artsen die kritisch zijn, hè? Artsen die bijvoorbeeld zeggen van, nou, is het wel verstandig, die moeten we een BIG-registratie afpakken. De minister van Volksgezondheid, De Jonge, heeft gezegd, ik spuug dat soort artsen op een vestje, heeft hij hier in de Kamer gezegd. De inspectie is erop afgestuurd. Artsen zijn beboet. Dus ja, er is alles aan gedaan om die tegengeluiden dus de kop in te drukken. Dat is gelukt met als gevolg dat we nu, denk ik, met een gigantisch probleem zitten, omdat die discussie niet gevoerd is en ook huisartsen hebben het niet met hun patiënten. Jona Wolk, een huisarts, heeft dat vandaag nog getweet van dat patiënten niet durfden te zeggen tegen haar dat het mogelijke relatie had met het vaccin, omdat ze bang waren dat ze dan als wappie werden weggezet. Dus we hebben hier echt onnodig. En alleen voor de democratie, moet het zeggen, voorzitter, heeft het voor die mensen opgenomen. Niemand anders hier in dit huis. Niemand anders. En dat is echt een groot schandaal. Citaat, er waren, vandaag in de krant, en er waren wel artsen, NRC schrijft dit op, die hun vermoedens over mogelijke relatie met het vaccin deelden met de patiënt, maar dat niet op papier zetten. Alsof ze hun vingers daar niet aan wilden branden. Einde citaat, vandaag, je kunt het allemaal lezen in de NRC. Dus waarom zouden artsen dat nou niet durven?
Hoe zou dat toch komen? Nou, precies wat ik net allemaal zeg. Omdat het dus geweldige druk was vanuit deze Kamer, vanuit het ministerie, om je mond te houden. En dat is een hele schadelijke zaak. Hè? Dat is echt, ik vind het onvergeeflijk. En dan gaat de NRC verder. Vandaag NRC, artsen, patiënten, wetenschappers. Vrijwel iedereen die NRC sprak aarzelde om de link tussen de klacht en de vaccins te leggen. De vrees om als antivaxers of complotdenkers te worden weggezet door je arts en door je collega's, die was groot. Einde citaat. En daar zijn, ik zei net al, regering en Kamer ook in onze ogen verantwoordelijk voor. En dan zou je verwachten van, nou, dan komt er nu dus dat onderzoek, hè. Want we hebben nu al die studies heb ik opgenoemd. Het Laarop zegt van nee, dat gaat niet goed. En dan citaat uit hetzelfde krantartikel. Wat doet het ministerie? Ik citeer. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft, bij gebrek aan harde conclusies van het Laarop, net alsof die studies van Pfizer zo hard waren, over relatie tussen vaccins en post-COVID-klachten, geen plannen om de vaccinatiestrategie te herzien. Dus we gaan gewoon door blijven met prikken. Ook gezonde mensen, zwangeren, in principe gezonde mensen, die jong zijn, die geen enkel risico lopen. Hup, dan gaan we door. Laat een woord voor de weet. Einde citaat. Dan heb ik dus een vraag aan de minister. Hoe kijkt de minister terug op wat ik net allemaal zeg, op het feit dat mensen zich niet durfden te uiten, en nog steeds niet, en de staat van de medische openheid op dit moment, om hierover te discussiëren? En staat de minister wellicht nu wel open van kritiek? Dus dit zijn de vragen. En dan de belangrijkste vraag die ik aan de minister zou willen stellen. Is ze bereid, gezien de bovenstaande verontrustende berichten en de conclusie van Laarp dat er meer onderzoek naar vaccinatieschade nodig is. Dat zegt Laarp dus, dat zeg niet ik, dat zegt Laarp. En Laarp, begrijp, die gaat dat zelf niet doen. Dus de minister is aan zet. Maar de minister zegt, ja, ik weet niet of dat gaat doen. Dus wij komen in ieder geval met een motie om ervoor te zorgen dat nou eindelijk eens in Nederland er onderzoek naar wordt gedaan. Op korte termijn vervolg onderzoek naar mogelijke vaccinatieschade te faciliteren. En op basis daarvan, en dat moet natuurlijk allemaal snel gebeuren wat ons betreft, zo snel als het kan althans, het RIVM te vragen indien nodig het vaccinatieadvies wat nu geldt aan te passen. En dan de oversterfte, ander onderwerp, voorzitter. Die blijft niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen hardnekkig aanhouden. Hoe komt dit? Stijgstra, Teunissen, Kriek en professor Meester van de Vrije Universiteit schreven hierover een artikel dat november 2023 is gepubliceerd. Met als titel, citaat, een analyse van de oversterfte gebaseerd op leeftijd en geslacht, de mogelijke rol van corona, uitgestelde zorg en vaccins. Einde citaat. Ze schrijven in de conclusie van het artikel het volgende, en dat ga ik weer citeren. Het is duidelijk dat vaccinatie op geen enkele wijze heeft bijgedragen aan de bescherming van onze gezondheid. Dat schrijven niet wij, dat schrijven dus die onderzoekers, verbonden aan de VU. De oversterfte neemt nog steeds toe. Vooral in de 80-plus groep zou je na de ernstige oversterfte een ondersterfte moeten zien. Ook dit blijft uit. Na correctie voor deze verwachte ondersterfte die we niet kunnen zien, is er zelfs sprake van een aanhoudende toename van de oversterfte. Dit past niet bij uitgestelde zorg en ook niet bij verborgen coronasterfte als verklaring voor de oversterfte. Vaccinatie als oorzaak lijkt niet meer zo ver gezocht. Verschillende oorzaken lijken op voorhand onwaarschijnlijk, zoals vertraagde zorg en gemiste screeningsafspraken. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen, schrijven deze onderzoekers nogmaals, onder andere verbonden aan de VU, in de cijfers dat vaccinatie een gunstig effect heeft gehad op de sterfte. Iets wat je wel zou verwachten na zo'n enorme gezondheidsinterventie. Politici en de overheid kijken blijkbaar liever naar de veronderstelde voordelen van de massale vaccinatie en knijpen de ogen dicht voor de mogelijke nadelen. De geschiedenis van de geneeskunde heeft aangetoond dat dit een gevaarlijke benadering is. Einde citaat. Nogmaals, voorzitter, het zijn dus niet mijn woorden, het zijn woorden van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. Vraag aan de minister. Maakt de minister zich wellicht zorgen over de resultaten van dit onderzoek? Dat zou toch kunnen? En de andere onderzoeken die ik zojuist noemde? Zo nee, waarom niet? En het voorzorgsprincipe in acht neemt, is het wellicht verstandig te stoppen met vaccineren, of in ieder geval zeker niet langer, jonge en gezonde mensen die geen enkel risico lopen wat corona betreft, te vaccineren. We hebben in de TK ook enkele vragen over het verwijderen van vaccinatiegegevens door het RIVM, voorzitter. Hier komen de vragen. Klopt het dat het RIVM per 31 januari 2024 de gegevens met betrekking tot de coronavaccinaties uit het mijn RIVM-omgeving verwijdert? Wat is hiervoor de reden? Worden deze gegevens nog ergens anders opgeslagen? Wat betekent het verwijderen van deze gegevens voor onderzoek naar relatie tussen oversterfte en vaccins en onderzoek naar vaccinatieschade? En tot slot, is de regering bereid om deze gegevens te bewaren, in ieder geval totdat de parlementaire enquête over het coronabeleid en het onderzoek naar vaccinatieschade en oversterfte is voltooid? De laatste drie onderwerpen, voorzitter, waar ik kort graag over iets wil zeggen, voorzitter, zijn het aankomend pandemieverdrag van de WHO, pandemische paraatheid en geïnspireerd door uw gedicht Leefstijl Preventie.
Kan de minister wellicht heel kort een update geven met betrekking tot de onderhandelingen die nu gaande zijn over het nieuwe WHO-pandemieverdrag, dat naar verwachting deze lente zal geratificeerd zal worden? Is het correct dat er landen zijn, zoals Slovenië, die al hebben aangegeven dat het verdrag niet te zullen gaan ondertekenen? Vorm voor Democratie heeft met een aantal andere partijen afgelopen zomer een voorbehoud gemaakt bij de wijziging van een ander WHO-verdrag, waarmee de WHO probeert de termijnen voor toekomstige verdragswijzigingen in te korten. Betekent dit dat deze voorgestelde verdragswijziging voor Nederland op dit moment dus niet van toepassing is? Dat hoop ik. Vraag aan de minister. Kunnen we de brief, ook een vraag aan de minister, die, begrijpen we, buitenlandse zaken hierover naar de WHO heeft gestuurd, ontvangen als Kamer? Vraag aan de minister. En wanneer mag de Kamer het wetsvoorstel verwachten voor deze verdragswijziging? Wanneer komt dat eraan? Dan kunnen we dat dus bespreken hier. Tweede onderwerp. Wat pandemische paraatheid. Wat pandemische paraatheid betreft is er budget gereserveerd in 2024 door VWS voor onderzoek naar gevaarlijke pathogenen. Dit is een vraag. Welke onderzoeken daarvan vallen in de categorie gain of function? En recente publicaties op grond van Amerikaanse WHO-verzoeken tonen aan dat de laboratoriumontsnapping van het COVID-virus niet langer tot de categorie complottheorie behoort. Sterker nog, deze kans is aanzienlijk groter, volgens velen, dan die van een zoonose. Hoe kijkt de minister hiernaar naar de stand van dit onderzoek? En tot slot, voorzitter, mijn laatste punt, leefstijlpreventie. Ik vond het een heel mooi gedicht. En dat is helemaal het lijn ook, denk ik, van Forum voor Democratie. We zijn een partij van het goede leven en niet van de betutteling. Maar vanuit de overheid is er steeds meer controle. En hier is de staatssecretaris inderdaad verantwoordelijk voor, dus ik richt me nu tot de staatssecretaris, over de manier waarop mensen hun levens leiden. Sinds 1 januari wordt er extra belasting gegeven over suiker. Hetzelfde geldt voor alcohol en tabakswaar. De overheid bemoeit zich steeds meer met wat mensen wel en niet mogen consumeren. Vorm voor Democratie is ervan overtuigd dat mensen zelf het best in staat zijn om hun eigen leven te leiden. We zijn, ik zei het net al, de partij van het goede leven. Niet van de verboden en je mag het allemaal niet doen. Als mensen een sigaretje willen roken, een colaatje willen drinken of thuis een cocktail willen maken, laat ze dan. Het is helemaal niet de taak van de overheid om zich daarmee bezig te houden. En zeker niet om er nog meer geld aan te verdienen. Als we dan toch een gezonde levensstijl, wat dat dan ook precies is, willen stimuleren, laat dat dan gebeuren door middel van, en dat is ons voorstel, lastenverlichting in plaats van het ontmoedigen en belasten van gedrag dat volgens de staat ongezond zou zijn. Wat zou bijvoorbeeld, vraag aan de staatssecretaris dus, het effect zijn van het afschaffen van de belasting op sportabonnementen? Ik hoor graag van de staatssecretaris hoe hij gezonde levensstijlen zou willen stimuleren door middel van lastenverlichting. Dank u, voorzitter.